das, capuchon, omslag, kol. Ik heb geen idee hoe of dat je moet noemen. Maar die zag je dus op de foto bij de poncho die ik had gemaakt in de Jacobsladder. En toen zei ik al van, ik heb 4 bollen wol over. Wat gaaf, daar ga ik nog iets anders mee maken. En dat is dit geworden. Ik vind het een hele mooie capuchon das ding. In een heel aparte steek. Het zijn allemaal clusters van 2 dubbele stokjes die je bij elkaar haakt op een bepaalde manier. En je haakt in het rond. En dan, als het zover is, en dat zeggen we al wanneer hoor, dan haak je 1 deel haak je aan elkaar. Zo. Kijk. En ook weer met diezelfde steek. En dan wordt dit de capuchon. Die zet je op je hoofd. Dit is dan je achterhoofd zo, hè. Zet je hem op je hoofd. Zo. Eerst de capuchon op en de das aan de voorkant. Je draait je das en die trek je over je capuchon heen, zo. En dan ben je heerlijk warm ingepakt voor de winter. Met een super elegante, mooie, zachte, warme, ja, kool. Muts. Scoody. Oh, Scoody. Ja, zo heet dat. Scoody. Op zijn Engels. Nou, weet je, ik ga eraan beginnen. Ik laat je zien hoe je die steken doet. Want het ziet er best wel ingewikkeld uit, maar dat valt heel erg mee. Het zijn allemaal sterren zo op elkaar, zie je het? Ze vormen allemaal sterren met elkaar. Dus ja, een beetje sneeuwvlokjesachtig ook. Leuk voor de winter. Hé, hey, laten we gauw gaan beginnen met de rachelwol, Rachel. En haaknaald nummer 8. En ik ga de steken voordoen. Zo, mooi ingezoomd. En ik heb dus haaknaald nummer 8 en een lus op mijn haaknaald. En je begint met 4 lossen. 1, 2, 3. En 4. Dan sla je 2 keer om voor een dubbel stokje. En in die eerste losse die je hebt gemaakt, daarin maak je je dubbele stokje. Dus lus ophalen, omslaan, onder 2 lussen door, omslaan, onder 2 lussen door en omslaan, onder 2 lussen door. Kijk, dit is de eerste. Het eerste groepje, de eerste cluster. Dan doe je weer 4 lossen. 1, 2, 3 en 4. Je slaat weer 2 keer om. En dan in het bubbeltje van de eerste lossen die je hebt gemaakt, dus hier achterin, ja, daarin steek je in voor je dubbele stokje. Dus lus ophalen, omslaan door 2 lossen, lussen. Omslaan door 2 lussen. Omslaan door 2 lussen. Nou, en dit blijf je herhalen een poosje. 4 lossen. 1, 2, 3 en 4. 2 keer omslaan. En in het bubbeltje van die eerste lossen, daarin steek je in. Je haalt je lus op. En je maakt je dubbele stokje. En zo maak je een hele ketting. In plaats van een losse ketting hebben we nu zo'n clusterketting. Nog 1 keer voordoen. 4 lossen. 1, 2, 3, 4. 2 keer omslaan. En dan in het bubbeltje van die eerste losse, daar achterin, daarin haal je je lus op en maak je je dubbele stokje. Nou, hoe lang moet die ketting nou worden? Minstens 1,5 meter. Ik zou zeggen tussen de 1,5 meter en 1,60 meter in. Dat is een mooie lengte dat je hem 2 keer om je hals kunt slaan, plus dat we dan ruimte hebben voor de capuchon.
Ik ga geen 1,60 meter maken, dat heb ik al gedaan. Ik maak hem iets kleiner, maar daarmee kan ik net zo goed voordoen hoe of dat hij gaat worden. Het aantal van die clusters, dat maakt niet uit. Dat geeft helemaal niet. Je kunt het ook met hele dunne wol doen en een dunnere haaknaald. Alleen ja, dan moet je meer clusters haken voordat je 1,5 meter, 1,60 meter hebt. Dus als je dat gaat zitten doen, dan haak ik ook een eind, een ketting en dan kom ik bij je terug. Nou, ik heb een ketting gehaakt, gewoon die clusters. Ik heb niet geteld hoeveel, dat maakt ook echt niet uit hoeveel of dat je er doet. Het gaat puur om de lengte van je ketting, dat die 1,5 meter, 1,60 meter is. Liever naar de 1,60 meter als naar 1,40 meter. Dus zo moet je even kijken. Nou, dan pak je je ketting met de losse bogen aan de onderkant. En zo laat je hem door je vingers glijden, dat hij niet gedraaid zit. Totdat je bij de laatste bent, hier. En dan sluit je hem met een halve vaste in die eerste losse die je hebt gemaakt, waar de eerste cluster in begint. Daarin sluit je je ketting met een halve vaste. En dan zometeen moet je echt nog wel controleren als je klaar bent met de eerste ronde en je gaat hem sluiten. Dan moet je nog een keer controleren dat hij niet gedraaid zit, gewoon voor de zekerheid. Want het is echt het mooist als al die lossen, die losse boogjes hier, als die naar beneden staan. Dat is het mooist. Nou, gaan we met de nieuwe ronde beginnen. Nou. De groepjes van clusters die we haken, de sterren, die haak je in groepjes van 3. 3 clusters bij elkaar. Behalve de eerste en de laatste. Maar die laatste, daar komen we straks aan. Maar de eerste bestaat uit 1 groepje. Hetzelfde als wat we hier gedaan hebben. Alleen nu begin je met 3 lossen. 1, 2 en 3. Dan sla je 2 keer om en in die steek waar je net gesloten hebt, die eerste losse, daarin maak je je dubbele stokje. Zo. Dat is om de rij omhoog te brengen. En dan gaan we nu groepjes van 3 clusters haken. Die haken we samen en zo krijg je je eerste rij. Nou, hoe doe je dat? Je haakt 4 lossen. Dus nu weer gewoon 4. 1, 2, 3 en 4. Dan sla je 2 keer om. En het dubbele stokje maak je weer in de bobbel van die eerste lossen die je hebt gedaan. En ik laat hem expres uitgezoomd staan, zodat je kunt zien waar of dat ik allemaal insteek. Dus in die bobbel van die eerste losse, daarin maak je je dubbele stokje, maar je maakt hem niet af. Je haalt je lus op. Je slaat om, je gaat door 2 lussen. Je slaat om en je gaat door 2 lussen. Dan heb je je dubbele stokje half afgemaakt. En deze 2 lussen bewaar je voor zometeen. Je slaat weer om en we gaan het tweede groepje van 2 dubbele stokjes maken. En die begin je hier onderin. Dus waar we net dat ene clustertje hebben gemaakt, daar maak je nu je tweede cluster van deze. Dus je gaat naar beneden. Je steekt in die eerste losse van de ketting, daar steek je in en je haalt je lus op. Je slaat om en je gaat door de eerste 2 lussen. Je slaat om en je gaat door de eerste 2 lussen. Zo. Dan heb je 3 lusjes. Maar iedere cluster bestaat uit 2 dubbele stokjes. Hier komt een cluster, dus er moet nog een dubbel stokje bij. Je slaat 2 keer om en in diezelfde steek, daarin haal je je lus op, zo, omslaan door de eerste 2 lussen
omslaan en door de eerste twee lussen. En dan heb je twee clusters van twee dubbele stokjes die niet zijn afgemaakt. Voor de derde, ik sla vast twee keer om voor het dubbele stokje. En als je dan naar je ketting kijkt, sla je deze over en je gaat ertussenin naar die losse hier. Precies tussen die twee clusters in. Dus je slaat één horizontale over. En hier tussenin, daarin maak je twee dubbele stokjes niet af. Dus je haalt je lus op, omslaan, onder twee lussen door. Heb ik één keer omgeslagen. Zit ik iets moeilijks uit te leggen? Kijk, twee keer omslaan. De horizontale, die sla je over. En je gaat naar de losse daartussen, tussen die twee. Daarin maak je je eerste dubbele stokje niet af. Dus lus ophalen, omslaan, onder twee lussen, omslaan, onder twee lussen. Twee dubbele stokjes in een clustertje, dus nog een keer. Twee keer omslaan. En in diezelfde steek doe je nog een keer een dubbel stokje, maar niet afmaken. Dus omslaan, onder twee lussen door, omslaan en onder twee lussen door. En als je dan nu op je haaknaald kijkt, heb je zes lussen. Drie groepjes van twee clusters. Daar sla je om en je gaat er in één keer doorheen, door allemaal. Kijk, dit was die ene enkele die we hebben gedaan. En dit zijn die drie die we net hebben gedaan. En zo maken we de hele das eigenlijk. Drie van die groepjes. Tot op het laatst. Haha, nog een keer hè. Vier lossen. 1, 2, 3 en 4. Twee keer omslaan voor het dubbele stokje. En de bubbel van die eerste lossen is eigenlijk het oogje van de bloem, het sterretje, het sneeuwvlokje, hoe je hem wil noemen. Zie je dat? Daar zitten die zes lusjes omheen. In dat oogje, daarin maak je je dubbele stokje, maar niet af. Dus lus ophalen, omslaan, onder twee lussen door, omslaan, onder twee lussen door. Kijk, dat is deze. Die heb je nu hier, zo. Dan moeten we nu deze maken. En daarvoor ga je recht naar beneden. Waar dat ene cluster al in zit, die laatste die we net hebben gemaakt, daarin maak je weer een cluster. Dus twee keer omslaan. In datzelfde oog, zal ik hem maar noemen, hè? Daarin maak je weer twee dubbele stokjes niet af. Dus twee keer onder twee lussen door en dan laat je hem staan. Dat doe je nog een keer dus. Twee keer omslaan. In dat oog insteken. Lus ophalen. En twee keer onder twee lussen door. Zo. En nou zit mijn draad een beetje in de knoop. Ik had heel veel klaargelegd en nou zit het in een knoopje. Nou ja, komt wel goed. Kijk. Als ik het nu weer neerleg. Dit waren die eerste drie, hè. En we zijn nu hier met drie bezig. Het is deze en die. Dat zijn dezelfde. Dus nu moeten we deze derde doen. En voor die derde sloegen we een horizontaal cluster over. Dus dat doen we hier nu ook weer. Het volgende horizontale cluster, die sla je over. En je gaat hier naar dat oog.
Ja, ik vind een oog wel een heel mooi woord ervoor hier. In die steek. Twee keer omslaan. En hier dit oogje. Daarin maak je weer twee van die dubbele stokjes niet af. Dus lus ophalen. Onder twee lussen. Onder twee lussen. En laten staan. Nog een keer. Twee keer omslaan. In diezelfde steek, in dat oog, je dubbele stokje niet afmaken. Dus twee keer onder twee lussen door. En dan heb je weer drie van die clusters. Dan sla je om en je gaat in één keer onder al die lussen door. Omslaan. En eronder door. Kijk. En dan heb je twee van die groepjes van drie. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nog een keer. Vier lossen. 1, 2, 3 en 4. Twee keer omslaan voor het dubbele stokje. En in het oogje, hier, waar al die clusters samenkomen, in dat oogje, daar maak je je dubbele stokje niet af. Zo. Twee keer omslaan en dan gaan we naar beneden. Waar we net die laatste cluster hebben gemaakt, in datzelfde oog, daar maak je weer twee stokjes niet af. Twee dubbele stokjes dan, hè? Dit is 1. En dit is de tweede. Dan heb je twee groepjes van niet afgemaakte dubbele stokjes. Dan sla je de horizontale weer over en je zorgt echt dat die losse boog aan de onderkant zit, hè, als je in gaat steken. Dus de horizontale van je ketting, die sla je over en je gaat naar het oog hier. En daarin maak je weer twee van die dubbele stokjes niet af. Dan moet je wel omslaan, van. Twee keer omslaan voor het dubbele stokje. De horizontale overslaan. En in de volgende steek je in. En daar maak je twee dubbele stokjes niet af. En dan heb je weer zes lussen op je haaknaald. Zie je? Je slaat om. En je gaat er in één keer doorheen. En als je dan die eerste niet meetelt, heb je nu drie van die groepjes van drie clusters. Nou, nog één keer voordoen. En dan ga je de ronde zelf afmaken, doe ik ook. En dan zie ik je op het eind weer. Dus vier lossen, daar begin je mee. Met deze cluster. Daarvoor begin je met vier lossen. 1. 2, 3 en 4. Twee keer omslaan. En in het oog waar die andere lussen allemaal mee samen zitten, daarin maak je je dubbele stokje niet af. Zo. Dat is de eerste. Dan ga je recht naar beneden. En hierin maak je je tweede groepje van twee dubbele stokjes. Dit is 1 en dit is 2. Twee keer omslaan, niet vergeten van. Je slaat de horizontale van je ketting sla je over en je gaat naar het oogje. En daarin doe je je derde groepje van twee dubbele stokjes niet afgemaakt. En dit is de tweede. Dan heb je weer zes lussen op je haaknaald, omslaan en door alle zes halen. Kijk. Is het niet prachtig? Ik vind het geweldig.
Zo ga je de hele ketting af. En dan zie ik je hier op het laatst weer, want daar wordt het net een klein beetje anders, die laatste steek. Dus die doen we dan weer samen. Kijk, ik heb hier nu nog één horizontale over en ik heb net mijn laatste groepje van 3 clusters hier gedaan. En nu gaan we het iets anders doen. We zijn begonnen met die verticale hier, hè, die ene. Die wordt nu geteld bij de laatste groep. Dus hier doen we nu 2 clusters en dan sluiten we hem aan bij deze, zodat je toch weer 3 clusters hebt. Nou, klinkt misschien ingewikkeld, maar is het niet hoor, let op. Je doet gewoon weer 4 lossen. 1, 2, 3, 4. 2 keer omslaan en in dat eerste oogje hier, daar maak je weer je dubbele stokje niet af. Dat is je eerste groepje, je eerste cluster. Dan ga je naar beneden. En hier maak je weer een cluster. 2 dubbele stokjes niet afmaken. 1. En 2. En dan kunnen we nu de ronde sluiten. Alleen nu moet je opletten dat je ketting, je das, niet gedraaid zit. Maar dat die mooi plat ligt. Dat er geen draaiing in zit. Nou, als dat zo is, dan pak je het begin van de ronde. En dat oog van die verticale hier. Die eerste die we hebben gedaan. Dat oog. Daarin haal je een lus op. Zo. En die lus haal je door die 4 op je haaknaald. Zo. Kijk nou. Nou ziet hij er hetzelfde uit. En straks als de das klaar is en je hebt het staartje weggenaaid, dan kun je niet meer zien waar of dat je begonnen bent. Nog een keertje voor de zekerheid. Kijk. Als ik dit nou uithalen. Dan heb je hier die eerste 2 clusters. Eentje in het oog hierbovenin. Dan ga je naar beneden. En hier in het oog. Waar je iedere keer die tweede cluster hebt gedaan. Nu ook. En om deze te overbruggen. Ga je naar het eerste cluster wat je hebt gemaakt. En daarin bovenin. Daarin haal je een lus op. Je steekt in dat oog in. Lus ophalen. En die lus haal je door die 4 die op je haaknaald staan. Zo. En dan is je ketting gesloten. En beginnen we weer een nieuwe ronde. Nou, hoorde je ook een baby huilen? Ik weet niet of dat te horen is via de camera, maar dat is niet bij mij hoor. Ik laat geen baby's huilen. Dat je niet denkt van Von heeft de druk met haken, ach arm kind, het ligt te huilen. Nee, dat is bij de buren. Die hebben een oppasbaby en denk dat kindje niet wil slapen of zo. Maar dus niet bij mij. Ik negeer of verwaarloos geen kinderen hoor, echt niet. Maar we gingen met een nieuwe ronde beginnen. Dus de eerste cluster doe je met 3 lossen. 1, 2, 3. Dan sla je 2 keer om voor het dubbele stokje. En in die steek waar je net gesloten hebt, daarin maak je je dubbele stokje. Dus niet hier in het oog. Die sla je over dat oog waar die 4 lussen in zitten. Maar je gaat naar de steek waar je gesloten hebt. Daarin maak je je eerste dubbele stokje niet af. Zo. En dit was een enkel cluster, dus je haalt je lus door. En dan heb je er 1. Die gaat recht omhoog. Net als deze. Dit was ook het eerste begin. En nu maak je er weer 3. 1, 2,
3, 4 voor de eerste. Twee keer omslaan. En in het oog hier, of in die, even zoeken hoor, hier. In die bubbel van die achterste lus. Daarin steek je in. Dus bij de eerste altijd lastig. En je haalt je lus op. En daar maak je dan je dubbele stokje niet af. Dan ga je naar beneden. En in het oog waar je net dit dubbele stokje hebt gedaan, daarin maak je weer een cluster. Dus twee dubbele stokjes niet afmaken. Het is 1. En in diezelfde komt 2. Dan sla je de horizontale, die sla je weer over. En je gaat naar het oog hier. En in dat oog, daar maak je je derde groepje van twee dubbele stokjes. Dus dit is 1, niet afgemaakt. En hier is 2, niet afgemaakt. En dan heb je weer 6 lussen op je haaknaald en dan kun je gewoon weer verder als wat je net de hele tijd gedaan hebt. Kijk, deze blijft recht omhoog staan, daar sluit je straks de ronde weer in. En dan kun je weer met de volgende ronde beginnen. Hoe breed moet die nou worden? Zal ik mijn andere das er even bij pakken? Nou, ik heb hem net gemeten. En als je hem gewoon soepel neerlegt, is hij zo'n 6,27 centimeter. Von. Ja, dat kind, hè, dat huilende babytje, dat vind je erg. Ja. Nou, dit vanaf hier tot aan hier is zo'n 6,27 centimeter. En dat zijn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 volledige rondes. Dan is hij voor mij breed genoeg. En ik denk wel voor iedere volwassene hoor. Of je moet wel een heel groot hoofd hebben. Dat kan natuurlijk. Of heel veel haar. Dat kan ook. Want je haar moet er natuurlijk wel in strakjes. Dus dat moet je dan even bij jezelf passen. Dat hij lekker breed over je hoofd valt. Dat je er helemaal lekker in kan wegschuilen. Als dat dan zover is. Dan vouw je hem dubbel. En dan gaan we hier een stuk van de capuchon dicht haken. Dus ik ga met mijn voorbeeldlapje, ga ik even een paar ronden doen. Ik denk deze nog. Ja, gewoon 1 ronde, dat is genoeg. Want je hoeft alleen maar te zien hoe ik het doe. En dan is het klaar. Dus ik haak deze ronde. Dan kom ik bij je terug. En dan kunnen we de capuchon dicht maken. Moet je je staartje wegnaaien en je eindstaartje en dan is je hoodie al af. Scoody, je scoody is dan al af. Ja, ik heb mijn ronde weer gesloten. Als je nou nog een beetje moeite ermee hebt, hè, spoel dan terug tot aan het begin. En dan kun je weer helemaal zien hoe of dat je die clusters maakt. Want het is gewoon echt continu hetzelfde. Iedere ronde begin je hetzelfde. Je eindigt hem hetzelfde. Dat is helemaal exact hetzelfde. Dus om nou iedere ronde voor te gaan doen, dat heeft natuurlijk ook geen zin, hè. Dan wordt de tutorial zo ontzettend lang weer, terwijl het niet nodig is. Maar het ziet er dus super ingewikkeld uit. Maar die is het dus niet. We gaan de capuchon maken. En dat is echt heel simpel. Ik doe eerst 1 los. Ik heb hem gesloten, hè, hier in die dingen. En dan doe ik eerst 1 losse, zodat hij vast komt te zitten. Dan vouw je je das dubbel. Zo. Met de clusters zo op elkaar. Zie je? Clusters op elkaar. Maar dat komt zo meteen tijdens het haken ook hoor. We gaan met clusters dicht haken. Ik had hier al 1 los, hè, dus ik doe er nog 3 achteraan. 1, 2, 3. 2 keer omslaan voor het dubbele stokje. En in die steek waar net gesloten is, hier, daarin maak je je eerste dubbele stokje.
Zo. Dan ga je naar, je lap ligt dubbel, hè. Ga je naar het voorste stukje en in het oog, daar steek je je haaknaald in. En dan ga je naar het achterste stukje en ook in dat oog steek je je haaknaald in. En daar haal je je lus doorheen. En door die twee lussen op je haaknaald. Nog een keer. Vier lossen. 1, 2, 3 en 4. Twee keer omslaan. In dat oog waar je net die lus in op hebt gehaald. Dus die twee die nu samen vastzitten. Daarin steek je in en maak je je dubbele stokje niet af. Eén keer en twee keer. Dan ga je naar, je slaat die horizontale over en je gaat naar het oog. Je haaknaald insteken en in je achterste lap sla je de horizontale over en in het oog steek je je haaknaald. Dan heb je twee van die dingen op je haaknaald liggen en daar haal je je lus in op. En die haal je dan door die twee op je haaknaald. Vier lossen. 1, 2, 3, 4. In dat oog van net, daarin steek je je haaknaald om je dubbele stokje niet af te maken. Dus lus ophalen en twee keer onder twee lussen door. Dan sla je de horizontale over en je gaat weer naar het oog. Haaknaald insteken. Dan van je achterste lap, achterste deel van de capuchon, de horizontale overslaan en in het oog steek je je haaknaald. Daarna haal je dan je lus doorheen en die haal je door de lussen op je haaknaald. Nou, nog één keer. Het hoeft maar een paar keer hoor. Ik zal zo even kijken hoe vaak ik het gedaan heb bij mijn scoody. Vier lossen. 1, 2, 3, 4. Twee keer omslaan voor het dubbele stokje. En die twee ogen die je net verbonden hebt, daarin steek je in om je dubbele stokje niet af te maken. Zo. Twee lussen op je haaknaald. Je slaat aan de voorkant de horizontale over. En aan de achterkant sla je de horizontale over. En in het oog, daar haal je je lus op. En die haal je dan gelijk door die twee lussen op je haaknaald. Nou, als ik dan mijn scoody er weer bij pak. Ik heb dat 1, 2, 3, 4, 5 keer gedaan. En dan is hij lang genoeg, want hij mag een beetje, als je het langer doet, dan krijg je hier echt zo'n punt erop, hè. Ik vind dat niet mooi. Maar als je het op deze manier doet, dan zakt hij mooi rond naar beneden. En dan heb je niet zo'n kaboutermuts. En dan het eindresultaat ziet er zo uit. Ik vind het heel erg mooi. Het is een vlug project eigenlijk, omdat ja, die wol, heel dikke wol, heel zacht, super zacht. Ik ben echt nog steeds verliefd op die wol. En haaknaald nummer 8, het schiet hartstikke hard op. En ja, die clusters, dat is zo gehaakt joh. Dat is echt, dit is misschien twee avondjes werk geweest. Dat is echt super leuk. Lekker voor de televisie. Ja, je moet wel opletten natuurlijk, dus je moet geen super zware film opzetten of zo. Dat lukt dan ook weer niet, tenminste mij niet. Want ik moest wel opletten dat ik continu die dubbele stokjes het goede aantal had. Maar dit is hem dus.
En dan kun je hem zelfs nog binnenstebuiten draaien als je wil. Kijk, dan zit die gehaakte rand zit aan de binnenkant. En dan heb je dit als eindresultaat. Dat is misschien zelfs nog wel mooier. Maar dat is aan jou, dat moet je helemaal zelf weten. Zelfs de steken eigenlijk. Je kunt het met alle soorten dassen doen die je hebt. Gewoon de achterkant een stuk dicht maken. En dan heb jij een scoody. Hey jongens, ik wens je hier heel veel haardplezier mee. En vooral draagplezier. Want ik kan niet wachten tot het koud genoeg wordt dat ik hem op kan doen. En ik zie jullie graag bij een volgende tutorial.